Welkom bij Veradé. Ik heb osteoporose. Nochtans, ik sport, ik wandel, neem medicatie in en word van het jaar 2003 goed omringd door alerte artsen in het Universitair Ziekenhuis Leuven en de huisarts. Ik heb een paar maanden geleden een wervelfractuur of een indeuking van de wervel opgelopen door trampoline springen. Mijn wervel TH9 is ineengezakt. Mijn wervel was zo hoog en nu is ze maar zo hoog niet meer. Ik prijs mij gelukkig, daar ik een van de 20% ben die weet dat ze botziekte heeft en goed opgevolgd wordt. Mijn moeder had verschillende indeukingen in de lumbale wervelzuil. Ze heeft hierdoor haar zelfredzaamheid verloren en is bij mij komen inwonen. Hoe voelt een gebroken wervel TH9 van de middenrug of dorsale wervelzuil of borstwervels? Een krak, gevolgd door een drukkend gevoel van de middenrug op mijn maag, nieren en een pijnlijke ribbenrooster. Ademhaling doet pijn. Niet aan de buitenkant. Ik kon mijn rug masseren, gevoelde wel een drukkende pijn, maar het was binnenin en niet aan de buitenkant van mijn lichaam. 'S nachts was ik mijn maag naar beneden aan het doen. Zo'n druk op de maag. Bij het liggen deed mijn ribbenrooster nog meer pijn. De eerste maand was lang rechtstaan of zitten aan de tand. De druk op de maag en de ribbenrooster geeft een vervelend gevoel en was ambetant. Het trekken bracht soelaas aan de druk, aan de ribben en aan de middenrif. Ik deed dan die oefening. Zo, druk. Nu voel ik het ook nog altijd als ik druk. De tweede maand is de druk op mijn maag bijna weg. Af en toe nog had ik druk, maar de ribben aan de linkerkant zijn pijnlijker. Voordeel, nu heb ik de tijd om mijn filmpjes af te werken en in te spreken die ik van de zomer heb opgenomen. De pijn kan ik met bepaalde rekoefeningen verminderen. Niet allemaal, maar ik kan ze wel verminderen, zeker in de tweede maand. In de derde maand, met mijn ribrooster, gaat het al beter, veel beter. Ook de nachten worden beter. Het trainen kan weer starten, al zal ik nooit meer worden gelijk voor de indeuking of voor mijn gebroken wervel. Maar ik ben blij dat ik nu al kan sporten. En jij? Misschien jij die nu het filmpje aan het bekijken is. Ben jij een van de 80 die nog niet weet dat je een botziekte hebt? Of heb je al een wervel gebroken? Welke wervel heb jij gebroken? Of indeuking? En hoe voelt het aan bij u? Hoe heeft het bij u aangevoeld? Ik kan alleen maar spreken van de TH9 wervel en waar het ribrooster aan vastzit. De beste oefeningen voor broze botten is wandelen 45 minuten per dag. Evenwicht en krachttraining met gewichten. Blijf zo lang mogelijk gezond en werk aan je lichaam, ook al ben je een senior. Groeten, Vera. Dag.